Oké. Eva, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben een echte jekke. En Maar nu? meestal, ik wil beginnen precies om 8 uur. Maar Je hebt gelijk. dan wordt mij gezegd, er zijn nog een paar mensen die misschien nog willen komen. Wacht nog een paar minuutjes. Dus ik denk, we wachten nog een paar minuutjes en dan gaan we gewoon beginnen. Oké? Dan kan ik jullie in de tussentijd zeggen dat het filot van Kol Am Yisrael, Mashiv HaRuach, Amorit HaGashem, Bihlet ook voelbaar zijn geweest in Azrikam en in heel Israël. Het is me heerlijk, heerlijk geregend. En het is zo mooi om dan buiten te ruiken naar de Sadot en de Pardesim. En ja, werkelijk, in Nederland zeg je dan om Gods water over de velden te zien vloeien of zo. Daar is zo'n mooie Nederlandse uitdrukking voor. En dan is er weer zon, en dan is er weer regen, en dan is er weer zon. We zijn echt Geshem be'Yisrael. Heerlijk. Ik heb mijn moeder gezegd dat wij een Zoom hebben. Mijn moeder wilde graag zo nu en dan bij, juist om te vertellen over het begin van het feit hoe ik mijn Jodendom heb gevonden. En het feit dat ik, dat zei ik jou tegen jou al, lieve Sarah. Dat ik graag met jou vanavond aan jouw keukentafel zit. Trouwens, een mooie keuken zie ik op de achtergrond. Voel me al helemaal thuis. Is niet omdat ik het erg leuk vind om over mezelf te spreken, want ik ken mijn eigen leven. Ik vind het veel leuker om dat van anderen te horen, niet van mezelf. Maar er zijn zoveel bijzondere zoveel dingen waarvan ik echt zeg, dit. En werkelijk, zoals ik net zei, ieder heeft daar zijn psifas, zijn mozaïekstukje aan meegeholpen. En wat mijn moeder is overkomen natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog en die hele geschiedenis. En dat het nog steeds mogelijk is dat iemand ontdekt dus dat die Joods is. En dat gebeurt nog steeds. Ik denk dat dat een belangrijk feit is, dat we ons daarvan bewust zijn. En al onze huizen en harten altijd open hebben voor diegenen die iets van Jiddischkeit zoeken, van hoe ver weg dan ook en van hoe dichtbij vaak ook. En het op een hele andere manier willen invullen dan wij dat doen. Goed, dan stel ik voor dat we officieel gaan starten. 1 seconde. Ja, mijn moeder is ook binnen, als ik weet niet of je haar gezien hebt. Ga ik even kijken. Goedenavond, dames en heren. Welkom aan mijn keukentafel. We zijn heel erg blij met onze gast van vanavond, Elisheva. Voor sommigen nog bekend als Liesbeth, Luurs. Dat is zoals ik me herinner als klein meisje. Want eigenlijk, als ik zo kijk naar de dames hier, die allemaal voor speciaal Elisheva voor jou gekomen zijn, dan voel ik me heel jong. Want ik was natuurlijk een hele andere generatie. Jij was mijn babysit. Ik was een heel klein meisje Vier en jaar. jij was mijn babysit. En dat kan ik dus nu ook wel zien, want al jouw vriendinnen, dat is gewoon inderdaad een generatie boven mij. Dus dat is wel heel grappig om dat te zien. Ik herinner me niet heel veel van die tijd. Alleen de naam Liesbeth Luurs was iets wat altijd bij mij is blijven. Met een hele warm gevoel. Dus het was ook heel erg leuk om jou te spreken en dat je deze uitnodiging hebt aangenomen. Ik stel voor dat je inderdaad een beetje begint te vertellen, want ja, er zijn dus dames hier die jou al kennen van vroeger, maar er zijn ook een heleboel mensen die heel benieuwd zijn. Van toen je nog heel jong was en hoe je kindertijd, je jeugd hebt meegemaakt en wat voor bijzonderheden er naar voren komen. Het zal ik zeker vertellen. Ik zal heel open zijn. Ik voel me thuis. Wij die elkaar uit Holland kennen, het is net alsof we de rode draad oppakken en geen geheimen. We voelen ons warm. Ik had toevallig laatst een gesprek met Lottie in mijn ogen rozen. En toen hadden we het zo over inderdaad wat er allemaal geweest is. En toen zei ze: Goh, ik heb dat nooit geweten. We hebben 6 jaar samen op school gezeten en ik heb zulke soort dingen nooit geweten. Dus ik denk dat, ook al kent men elkaar, je weet nooit precies wat er geweest is. In ieder geval, ik ben geboren in Amsterdam, in de Gerrit van der Veenstraat, waar mijn moeder nog steeds woont.
op 109 Hoek Rubenstraat tegenover de familie Plaut en in dezelfde straat van de familie Schijverscheurde, maar dat wist ik natuurlijk als baby niet. Mijn vader is niet Joods. Mijn vader heet ook heel mooi Jan Oege Luurs. Mijn vader is van Friese oorsprong. Mijn vaders vader was, denk ik, want dat was de Fries, dus waarschijnlijk protestant. En zijn moeder was waarschijnlijk katholiek. En dat mocht helemaal niet. Dat is net zoals wij dat kennen. Dat is natuurlijk uit den boze. En kan je dus nagaan, nog veel erger, dat hij dus met een Joodse vrouw is getrouwd. Nou, dat was helemaal het einde zoek. Dus mijn vader is heel humanistisch opgevoed zonder enige vorm van godsdienst. Hij had echt een tegenzin tegen godsdienst, omdat dat mensen uitsluit. En mijn moeder wist helemaal niet, en nou komen we dus eigenlijk bij de Joodse tak aan, dat zij Joods was in de Tweede Wereldoorlog. Mijn moeder komt uit zo'n heerlijk Amsterdams socialistisch Joods gezin, waarvan men voornamelijk socialistisch was, maar niet Joods. En zich eigenlijk schaamde voor alles wat Joods was. En dat allemaal. En ze spraken natuurlijk wel met Achenebisch en lekker nasje. En de sfeer was natuurlijk ook op vrijdagavond heel gezellig. Maar dat Joods zijn, moet je nou over ophouden. En hou je bedijst, zoals die uitdrukking dan is. Daar hebben we het allemaal niet over. En zij wist helemaal niet dat ze Joods was. Ze zijn ook later. Ik heb mijn grootouders, de ouders van mijn moeder, gekend. En zelfs haar grootouders. Dus haar ouders, mijn grootouders en haar grootvader hebben de oorlog overleefd, Missouma. En hij was voornamelijk mijn overgrootvader, Isaac Kinsbergen, degene die als oudste van een gezin van 8, en hij was 10, kan je dus nagaan, elk jaar een kind, overleed zijn vader. Wat een armoede dat was geweest. En daar was dus niets meer aan Jodendom te doen. Hij heeft ook nooit gelernd of geleerd. En hij is dus degene die echt van het Jodendom is afgestapt. Hij heeft wel bar mitzwe gedaan. Zij kon wel lezen. Maar bij hem is het dus afgelopen. Het Jodendom en de opvoeding. En hij heeft nooit leren lezen. Hij is een autodidact geweest. Grote socialist. Vriend van de Miranda. Vriend van Henri Pollack. En hij heeft zijn enige dochter, mijn grootmoeder, heel humanistisch opgevoed. Met geen enkele vorm van godsdienst. Ze wisten niet wat een jong kipper was. Niet dat er gazer werd gegeten of zo. Wel kippensoep op vrijdagavond. Maar het was er niet kosher. Mijn moeder heeft nooit iets gehoord van Jodendom. Pas in 1940, toen de anti-Joodse wetten, 41, steeds erger werden, vroeg zij aan haar moeder, wat is Joods? Dus kan je nagaan, er dus niets was. Voor mijn moeder is dus het hele Jodendom een nare ervaring geweest. Behalve, en ik denk dat mijn moeder daar toch wel graag bij wil komen. Mama! Mama! Mama, kom even. Ja, ik ben al hier, maar jij bent er niet. Kom maar bij, lieve schat. Daar komt mijn moeder. Mijn moeder is hier vanaf 8 maart, vlak voor Purim. Toen zei ik, mam, blijf dan. Kom nou niet voor Pesach, pas met Pesach. Misschien zijn er dan geen vluchten meer. Kom alvast nu. Ga er lekker bij zitten. Oké, en in ieder geval... Ze doet het kacheltje weer uit binnen. Mijn moeder is 92 geworden een week geleden. Mazel tov. Dankjewel. Nou, het is al begonnen. In ieder geval, mijn moeder heeft een hele fijne periode gehad in het Joodse Weeshuis van Utrecht. En mijn moeder is erg blij als ik het daar even over heb. Hier is mijn moeder. Hallo. Hallo. Dit organiseer Frank, Tilla Frankenhuis en ook Dobbe Vorst is erbij aanwezig, waar ik zoveel van geleerd en gelernd heb. Ja. Mijn moeder was dus werd voor het eerst geconfronteerd dat ze niet meer naar haar niet-Joodse school mag als Jood. Ze moest dus naar een Joodse school en daar ontmoette ze alle kinderen van het Joodse weeshuis. Die allemaal uit Duitsland afkomstig waren, de meeste. Het was een Joods weeshuis in Utrecht. Daar waren 86 kinderen, mind you. Met familie Theemans, meneer en mevrouw dokter Theemans, met hun dochtertje van 4 en een zoontje van 2. En mijn moeder voelde zich daar heel thuis. En daar heeft mijn moeder voor het eerst zien bensen, horen bensen, op Shabbos uitgenodigd, de sfeer gezien. En dat was, hoe vond jij dat? Heerlijk. En daarom ben ik zo blij dat Lisbeth weer een goddelijke vonk heeft gekregen en Joods is gaan leven. Want ik was gemengd getrouwd, haar lieve papa, die alles steunde wat Israël betrof. En blij, heel blij was dat Lisbeth Aliyah maakte. We zijn uiteraard meegegaan. Ik ga even terug naar toen.
En ik wou nog even zeggen dat dokter Theemans, de directeur, die was ook kinderarts, net als Elisabeth nu. Die was de directeur van het Joodse Weeshuis op de Nieuwe Gracht in Utrecht. En die kreeg de avond, voordat het door de Duitsers werd leeggehaald, de kinderen zijn allemaal vermoord, kreeg hij een goede rechercheur van politie bij hem. Die waarschuwde hem: ik heb een onderduikadres voor u, uw vrouw en de twee kindertjes. Maar vannacht wordt het huis hier. Maar dokter Theemans heeft gezegd: ik blijf bij alle kinderen en ik zal niet, enzovoort. Het is even goed dat we dit onthouden. De hele wereldgeschiedenis draait altijd om dokter Gortzak in Warschau en daar doet niets aan af. Maar niemand, en er is geen plakkaat in Utrecht, en dat is misschien iets wat opgenomen kan worden voor jullie die in Holland zijn, dat er iets gedaan wordt ter ere van de 86 kinders in het Joodse Weeshuis van Utrecht. De dokter Theemans heeft toen tegen mijn moeder gezegd, die geen wees was, maar die het gewoon heel gezellig vond om daar vaak te zijn bij haar nieuwe vriendjes en vriendinnetjes: vanavond moet je maar hier niet zijn. Vanavond moet je maar naar huis gaan slapen. Niet komen vanavond hier. En zo heeft hij haar dus gered om gewoon naar huis te gaan. En de dag daarop, toen mijn moeder weer stond, want je mocht dus niet met de bus te wachten op alle vriendjes om ellenver naar die school te lopen, kwam niet meer terug. En dat is voor mijn moeder een groot trauma. En met dat gevoel van Achenebbisch, al de kinders, ben ik onbewust opgevoed. En ik denk dat ik daarom kinderarts ben geworden, want ik wil nog altijd proberen die kinders terug te krijgen. Op een of andere manier, door zoveel mogelijk kinders te redden. En ik denk dat dat een van mijn motieven is geweest. In ieder geval, ik wist dus niet dat ik Joods was. En het werd thuis niet over gesproken. Mijn moeder kon het er niet over hebben, wegens het grote trauma. Maar toen ik een jaar of 3, 4 was, had ik een heel religieus gevoel. Nogmaals, wij gingen niet naar een kerk en niet naar een shul. En het woord God viel bij ons niet thuis. Maar ik had een gevoel naar het goddelijke toe. En ik kan het niet uitleggen waarom. En op mijn 3e, 4e had ik een regenbakje. Dat zette ik buiten op het platje. En dan viel het water in van Hakkodesborg, de regen. En daarmee maakte ik mijn ogen schoon en mijn vingertoppen schoon om mij te reinigen elke dag. Waar ik het vandaan haalde, Broges kende ik niet. Geen idee, maar dat was mijn contact met Hakkodes Borgu. En ik had hele vrome gevoelens. Ik had ook een soort gebed. Als ik wolken zag, dan ging mijn gebed naar tussen de wolken, daarboven, daartussen door. Waarom? Ik weet het niet, want van thuis kwam het niet. En ik kreeg een steeds religieuzer gevoel en dat werd niet van thuis gevoed. Ik hoorde natuurlijk mijn moeder wel eens spreken met haar moeder over Achenebbisch, die is niet teruggekomen en die is niet teruggekomen. En die verhalen kennen jullie ook allemaal. Er werd over gezwegen, pijnlijk over gezwegen, zeker als wij kinders naar binnen kwamen, werd er meteen niet meer over gesproken. En je voelde iets, er was iets, je voelde iets. En ik had, iedereen heeft natuurlijk een oma. Ik had ook een oma, de moeder van mijn moeder. Maar daarnaast had ik nog 6 oma's. Ik neem aan jullie allemaal, want dat was dus oma van de Onderduik, oma Maria en nog een oma Maria. En zo hadden wij een heleboel tantes en oma's die op mijn verjaardag kwamen. Dat waren mijn onderduikgrootouders. Tenminste, mijn moeders onderduikouders. En ik vond dat heel normaal. En op school zei ik een keer, ik heb 5 oma's. En toen werd ik echt uitgelachen. En toen dacht ik al, ik ben dus schijnbaar toch iets anders dan anderen. In ieder geval, het was op de Daltonschool in de Jan van Eyckstraat. Daar zat ook een Simone Lipschitz op school, die later met mij mee was in het Maimonides. En zij was echt Joods, zij kwam ervoor uit. En ik voelde dat ik haar moest beschermen, maar ik wist dus niet dat ik Joods was. En ze werd erg gepest, omdat ze Joods was. Langzamerhand, pas in de was 8 jaar, toen was er een les over 4 mei. En toen werd er gezegd door de leraar, door de meester Donk, meester Donker, die zei, Joodse mensen moesten onderduiken. En toen dacht ik, hé, nou moet ik mijn mond dicht houden, want mijn moeder is ondergedoken geweest. En toen ben ik s'avonds naar mijn vader toe gegaan. En toen zei ik, de meester had het vandaag over Joodse mensen moesten onderduiken. Mama heeft ook moeten onderduiken. Is mama soms Joods? En toen zei mijn vader, ja, maar je moet het er met mama nooit over hebben, want dat doet er heel veel verdriet, dan gaat ze erg huilen. En het is niet meer belangrijk. Voor Hitler was het heel belangrijk om iemand te bestempelen als Joods,
Maar wij doen dat niet meer, jij ook niet. Je moet alleen kijken, en toen de wijze les van mijn vader, naar de mens of hij doet wat hij zegt en of hij zegt wat hij doet. En als het een goed mens is, dan kan je met hem omgaan. En als het geen goed mens is, het maakt niet uit waar vandaan, dan niet. En hou je er maar verder niet meer mee bezig. Maar ik vond het zo interessant, en ik wist dus dat ik het er niet meer over mocht hebben, nog met mijn vader, nog met mijn moeder, dat ik de encyclopedie indook. En daar keek ik dus alles wat met Jodendom te maken had. Heb je dus het Joodse volk en de Joodse staat en het Joodse land. En er stond er ook wel Talmud. En dan ging ik elke keer als mijn ouders niet thuis waren, dan rende ik naar de bibliotheek toe van mijn vader. Die was professor, dus we hadden een grote bibliotheek. En daar zat ik dan stiekem, alsof ik iets heel stouts deed, te lezen. En op een bepaald moment zag ik een foto van een Joods persoon met een keppeltje op. En verhip later nou toch bij ons in de Gerrit van de Veen, op het speelterrein van het Adema van Scheltemaplein, een jongetje zijn met een keppeltje op. Dat was Motti Schrijverscheurder, Zichrole Vraga. En zijn zusje Rivka paste dan op. Hij was toen ook 8 of 9, zij was al 12. En elke keer keek ik vanuit het huis, boven de raam, daar, ik weet niet of jullie weten waar ik woon, in de Gerrit van de Veen, kan ik zo uitkijken beneden op het Adema van Scheltemaplein. En ik zie hem spelen, dus ik naar beneden en ik heb de moed bij elkaar gevat om te vragen, waarom heeft jouw broertje dat dingetje op zijn hoofd, dat lapje op zijn hoofd? En toen zij zei, opeens heel trots, ik dacht echt dat ik de laatste Jood was in de hele wereld, wij zijn Joods. Ik stond en zij zei, en dat is om het onderscheid te maken tussen de Allerhoogste, de Almachtige en ons, de mensen. Ik vond dat zo'n diepgaand en mooi antwoord, dat ik schijnbaar durfde, wat mijn vader verboden had, te zeggen, mijn moeder is Joods. En toen pakte zij mijn handvat, dit handje, en toen zei ze, als jouw moeder Joods is, dan ben jij Joods. En dan moet je je houden aan de, tariak mitzvot. Dus toen vroeg ik aan haar, en wat is dat? En toen zei ze, dan moet je Torah leren. Ik zeg, maar waar leer ik Torah? Toen zei ze, ja, op de Joodse school. Ik zeg, ja, ik zit op de Daltonschool. Nou, elke vrijdag ging ik toen met ze spelen. En toen kwam het grote wonder wat mij betreft. Ik werd een keer uitgenodigd. En zie hier de taak voor jullie allemaal. Als jullie zo'n klein blond meisje ziet met blauwe ogen. Haar thuis uit te nodigen bij jullie aan de Shabbestafel. Omdat ik had dus een enorme honger als een droge spons. En daar, bij de familie Schrijverscheurder, daar werd de kiddush gemaakt. Er werd Shalom Aleichem gezongen. De mannen kwamen terug uit shul. Daar stond heerlijk eten op tafel. Zmirot en bensje. En toen dacht ik, als ik later groot ben, wil ik leven zoals een Jood en het Jodendom. Dat al die mensen die zijn omgekomen, zullen niet omgekomen zijn voor niets. Wij moeten dit ons Jodendom weer opleven, opkrikken. We kunnen niet doen dat het... Het is te erg geweest om dan Hitler als ware postume prijs te geven dat we ons er niet meer aan houden. We moeten ons wel gaan houden aan de mitzvahs, hoe moeilijk ze ook zijn. De tweede mazzel die ik had. Lisbeth, ik hou van je. Je spreekt fantastisch, liefje. Het is zo ontroerend hoe je dat verteld hebt. Ik zit te janken. Je zit te janken. Wie spreekt? Dat kan ik niet zien. Rivka. Rivka. Ah, Rivka. Ja, natuurlijk. Nou, dat was dus Rivka die dat zei. Jouw gezin heeft mij dus echt gered. Jouw lieve moeder en jij, die me dat zo trots heeft durven zeggen. Toen je was 12, lieve schat, je was 12. En mijn tweede mazzel is geweest dat in mijn Daltonschool, in de Jan van Eyckstraat, er op dinsdagmiddag door Nunes Nabarro, mogen God zijn ziel hebben, en zeg niks anders, en door Kitty Deen, mogen God haar ziel hebben, want zij heeft duizenden kinderen, die gaven daar Joodse les. En wederom zag ik daar een jongetje, dat was Jaap Hamburger, de pianist bedoel ik, niet die van een ander Joods geluid, die bij ons op school zat. Die zette ook een keppeltje op en ging bij ons in mijn school naar binnen. En toen vroeg ik hem, wederom ging ik dan knikkeren. Mijn moeder wist nog van niks al die tijd dat ik daarmee zo bezig was. En ik vroeg toen, wat doe jij hier? Wat doen jullie hier? Toen zei hij, wij leren hier Torah. Nou, dat was dus het woord van Rivka. Ik zeg, kan ik hier ook Torah leren? Nee, zei hij. Maar toen zei ik, mijn moeder is Joods. En dat werd elke keer een soort sleutel.
Ik heb toen gewacht op Kitty Deen. En toen vroeg ik, mag ik leren? Nee, zei ze, blond meisje, blauwe ogen. Maar ik zei, mijn moeder is Joods. Ja, zei ze. Zegt ze, maar je moet wel toestemming vragen aan je moeder. Ik zeg, dat kan ik niet vragen, want dan gaat mijn moeder heel erg huilen. Ze probeert zo niet meer die angst te voelen en die wereld te beleven. Ik kan het niet zeggen. Zegt ze, dan kom je lekker, dan hoef je dus ook niet te betalen. Maar ik wist als kind van 8 helemaal niet dat je daarvoor zou moeten betalen. Maar ik werd dus gratis en voor niks opgenomen in de lessen van Kitty Deen en Nunes Nabarro. En daar leerde ik lezen van Uri en Rivka, zoals dat heette in het boekje. En Jom Jom. En van Ezra tot, van Adam tot Ezra. En de meeste leerlingen moesten erheen van hun ouders, terwijl ik het opzoog als ik weet niet wat. Rivka of Sheva, Zichronale Vraga, hebben mij een keer meegenomen naar Shul. En ik moet zeggen, ik heb een sidur gestolen uit, zonder eerhoef, ook dat nog, uit die Jacob Obrecht Shul. Want dat moest ik hebben in huis. Ik kon nu lezen. En maar ik, papa is met jou. Ja, maar dat was toen ik 12 was. Ik ben nog steeds maar 8 of 9 jaar. Ik ben dus stiekem gaan davenen thuis. Nu moeten jullie begrijpen, ik woon boven onder... Zilla kent mijn kamer, weet je wat, Zilla? Als we naar basketbal gingen, kwam je vaak bij mij thuis. En mijn kamer was echt onder het dak, onder het schuine dak. En ik had een plastic zak, net als de Anusim, zou ik maar zeggen. Daar zat ik mijn sidur in en mijn Adam tot Ezra, zodat mijn moeder niet zou vinden, want ik wilde haar geen pijn doen, waar ik mee bezig was. Ik heb dus 4 jaar lang, van mijn 8e tot mijn 12e... leren davenen, leren gewoon proberen zoveel mogelijk te leren en op te zuigen. Op een bepaald moment toen ik bat mitzwe werd, dacht ik, nou is het voldoende. Ik stond s'avonds Marief te davenen in mijn kamer. Meestal als ik mijn moeder dan de trap op hoorde komen, stopte ik snel de sidur weg en deed ik net of ik aan mijn huiswerk bezig was. Maar dit keer dacht ik, nou komt het er maar van. En ik bleef in de Amida staan. En mijn moeder praat tegen mij en ik praatte niet terug. En toen zei mijn moeder, ben je soms boos? Praat je niet tegen me? Maar ik praatte niet terug. Ik deed me 3 stapjes naar achter, ik was klaar. En ik overhandigde mijn moeder de sidur. En mijn moeder zei, wat is dit? En toen zei ik, mama, ik ben aan het davenen. Toen zei ze, je bent aan het wat? Ik ben aan het oren. Je bent aan het wat? En toen zei ze, Jan, kom eens naar boven. En toen werd mijn vader naar boven geroepen. Moet je, mijn vader is echt zo'n professor type, daar moet je echt een afspraak bij maken, zo ongeveer om te zien. Dus mijn vader kwam naar boven en vroeg aan mij, wat is dit? En ik overhandigde de sidur aan mijn vader. En het was net op het gebied van Shema, godzijdank. Dus hij vroeg, kan je dit vertalen? Nou, de eerste zin, Shema Israel, Shema Elokeinu, Shema God, kon ik, maar daarna al niet meer en zeker de rest niet. En toen zei mijn vader wederom de wijze woorden, lieve schat, ik sta paf. Jij gaat in ieder geval naar het gymnasium. Je kan ook Latijn en Grieks leren als je Hebreeuws kan leren. Dat is nou wel duidelijk. Jij mag een Joodse les nemen. We gaan morgen naar Joachimstal. En dan gaan we alles kopen met vertaling. Want je moet geen teksten zeggen die je niet begrijpt. Want daarvoor zijn te veel mensen in de wereld, zeker door de katholieke kerk, omgebracht omdat ze helemaal niet eens wisten. De priester die zegt wat en je zegt maar iets na en je weet niet eens wat er staat. Niet in mijn huizen, wij gaan morgen naar Joachimstal. Mijn vader heeft toen Moreen en Boegim voor me gekocht. Onderwijs om te beginnen. Rabijn de Vries. Ja, Rabijn de Vries, Rieten en Symbolen. Rashi, de onderwijzer, dus de hele goemers met Rashi. Sidur met vertaling. Ongelooflijk, als reactie van mijn vader. Die was apetrots dat zijn dochter dit had gedaan. En mijn moeder, geheel geëmotioneerd, en zei tegen mij, ik heb 4 jaar ondergedoken moeten zitten omdat ik Joods was. En jij bent ondergedoken in mijn huis, omdat je als Jood wil leven. Is het daarom dat je niet meer vlees eet? Is het daarom dat je op Shabbat niet meer mee wil naar de boot? Want dat deden wij altijd. Vanaf nu doen we alles samen. En vanaf nu, vanaf dat moment, mijn 12e, dat was mijn bat mitzwe dus, hebben wij alles samen gedaan. Mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat ik een kashrut thuis kon doen en dat ik naar Sjoel toe kon gaan en dat ik niet mee hoefde naar de boot en dat ik naar het Maimonides toe mocht. En dan kom ik nu bij al mijn vrienden van het Maimonides. Ik zat eerst in klas 1A met alle kinderen die niet van Rosh Pina waren.
En daarna heb ik 2 gym met alle kinderen die wel op Rospina zaten. En niemand die wist, en ik voelde mij heel vroom, maar de hele vrome groep, ja, die kende me niet. Dus wederom, jongens, ook als je in je eigen gemeente, vrome gemeente zit, pik juist die mensen op die je op straat ziet staan, die helemaal niet in je eigen cup of tea zijn. Juist pik die eruit. Ik ben uitgenodigd geweest, ontzettend fijn, en Lottie is aanwezig. Vaak als ik uit de shul kwam, Obrecht shul, aan tafel bij de familie Rozen thuis. En ook daar, die heerlijke Shabbos-sfeer. En ik had Lottie laatst aan de telefoon, omdat haar vader mij een viool heeft gegeven van zijn vader. En we gaan deze viool, wat eigenlijk een Holocaust-survivor is, de viool, laten meespelen met de instrumenten van andere Holocaust-survivors, Lottie. Ik ben daar ver mee gevorderd al, dat we dat kunnen doen. Ik ben uitgenodigd geweest bij de familie van Aviva Magnus. Met een Pesachavond. En bij Mirjam Polak. En Mirjam heeft mij gebracht bij Bnei Akiva. Waar ik enorm veel genoten heb. En samen met Helene zaten we in een kroetsa. En dat zijn mijn broers en zussen geworden. Voor mij, als ik jullie zie zitten, zijn jullie allemaal mijn broers en zussen geworden. En dan kom ik nu bij de familie Forst. Want ik zat op school en ik was dus helemaal weg van Joodse les. De leukste lessen voor mij, ik bedoel, ik vond Frans ook leuk en Engels, maar Joodse les, daar wacht ik op. Want daar krijg je, ja, Eitz Chaim Hi, Zeh Hamayim, HaTorah, daar leef je van. En de lessen die ik kreeg van Harav Ish Forst, die maken de werelden open, niet alleen in je hart en in je ziel, maar al die 7 hemelen, die gaan 1 voor 1 open. Je krijgt steeds een aha-fenomeen, stukjes vallen in hun plaats. Niet alleen de tachlis, het lernen, wat ik ook heb gehad van Uriel Kezing, Harav Uriel Kezing. Fantastische shiurim, ik heb nog steeds mijn schrift van hem, waar ik vaak in kijk voor Parshat HaShavua. Ik heb reuze genoten van de Joodse lessen op school. Zo belangrijk is het voor jullie die leraren zijn. En ik mocht babysit worden, nee Sarah, dan kom ik bij jou, bij de familie Forst. Dus thuis bij Dobbe, die altijd heerlijkste dingen in de keuken maken. Waar continu elke 5 minuten iemand aan de deur klopt. Dan zegt ze, oh ik moet even dit gezin helpen. Oh ik moet even hier iets zeggen. Oh hier moeten we een brogen voor vragen. En de emuna en het verhaal over de Rebbe. En daar ben ik ook door familie Forst gestuurd naar Brunois. Jazeker, ook ik heb een zomervakantie in Brunois gezeten. En daar is mijn gebad neshomme geraakt. En Sarah, jij was een heel lief meisje van 4. En Judele was 5. En David was toen 6. En Gandele was toen 8. En jullie waren heerlijke kinderen. En ik zal onder ons nog wel eens wat leuke dingen vertellen. Leuke anekdotes. Niet aan het publiek. Ik wil even een nes vertellen. Echt een wonder wat me gebeurde toen ik een keer in Frankrijk was. Ik was in Frankrijk in Brunois en ik heb ook een oom in Frankrijk wonen, in Parijs. En ik was ook bij mijn oom toen. En mijn oom woont in plaats A en werkt in plaats B. Beide vlakbij Parijs. Versailles, hij woonde in Le Pec en zijn werk was in Parlideux vlakbij Versailles. En hij zei nog zo tegen mij, niet met de bus naar huis gaan. Ik breng je naar huis, maar er was iets, ik weet niet meer wat. Ik, met mijn stijve kop, ik nam de bus. Ik ben verkeerd gegaan. Ik ben terechtgekomen midden in een bos bij Versailles. En het werd langzamerhand steeds donkerder. En daar stond ik als meisje van 16, 17. In mijn eentje, ergens in Versailles. En toen heb ik gedavend, zoals ik nog nooit gedavend heb. Want ik was echt doodsbang. Weet dus dat Filot helpen. Ik weet niet in hoe vaak jullie... ik had toen natuurlijk ook de hele sfeer van Brunois achter me. Ik heb enorm gedavend en gevraagd aan een nes. Ik zeg, HaKadosh Baruch Hu, u moet me nu helpen, want ik ben helemaal de weg kwijt. Ik ken niemand, ik sta in een bos. Ik was uitgestapt uit die bus, want die ging de verkeerde kant op. Ik denk, neem wel de bus de andere kant op, maar weer terug. Maar het ging niet goed. En het werd donker en ik stond alleen in een bos en ik raakte in paniek. Dus ik heb gedavend, laatste stukje van Minge zou ik maar zeggen. En toen kwam er een auto aan. En toen dacht ik, nou... Wat moet ik nu? Want dit moet wel iemand zijn waar ik bij kan instappen. En weten jullie wie dat was? Lou Evers. Niet te geloven. Lou Evers.
Die was aan het voorbereiden een schoolreis voor de vijfde klas van Maimonides. En die was naar Versailles geweest. En die ziet mij daar staan in het bos. Ik heb op mijn kop gekregen van Lou Evers. Dus als je echt davent. Dit is een wonder. Dit kan niet. Wie ken ik nou in Frankrijk? Dus dat is een verhaal wat mij toen kwam over Brunois. En dat verhaal nam ik terug naar Isfors. Die zei, ja, dat is toch logisch. Je davent, daar komt Togo. En dat is wat er gebeurt. Dat was de meeste gewoonste zaak. Ik ben daarna nog door jouw lieve vader, Raforst, gestuurd naar zijn zus Shifra in Kfar Chabad. En daarna heb ik daar eens een maand gezeten in Chabad en heerlijke vriendschap gesloten voor het leven met Shifra. We hebben elkaar nog zeker één keer in de maand, twee maanden aan de telefoon. Ik heb besloten toen inderdaad om op Aliyah te gaan zodra ik kon. En dat heb ik ook gedaan meteen na school. En, je artsenbeeld heb je hier gehad? Ja, ik ben eerst 2 jaar naar Israël gegaan. Ik heb een reuze fijne tijd gehad met alle mensen van Bnei Akiva. Iedereen die ik ken van Bnei Akiva en die aanwezig is vanavond, fantastisch. Ook Tzilla nog even. Tzilla, jij hebt in de periode dat ik dus al ging davenen en ook Judith Evers hebben mij geleerd met de davenen wat je wel en wat je niet zegt tegen Sagerit en Minge, Marif, allemaal teksten. Jullie hebben me echt aan de hand genomen en mij in die wereld geleid. En daar ben ik jullie altijd eeuwig dankbaar voor. Ik heb met name Maimonides ben ik met de Hagsara van Bnei Akiva naar Israël gekomen, Kibbutz Lavi. Daar heb ik mogen leren bij Rav Aviner en een heerlijk jaar gehad. En godzijdank was ik uitgesloten voor medicijn het eerste jaar en het tweede jaar, zodat ik het tweede jaar in de Michlala Lebanot van Harav Koeperman in Jeruzalem kon studeren. Dus daarmee, mij was een keer geleerd door, ik geloof Rav Forst ook, dat Jacob Avino was 14 jaar zijn er weg tijdens de Gisoe van waar hij was, dat hij 14 jaar lang heeft gelernd in de yeshiva van Ever, omdat hij wist dat hij de vader zou worden van zoveel zonen. En ik dacht ook, voordat ik medicijnen ga studeren en weer de niet-Joodse wereld in ga leren. En zeg dat ook tegen jullie kinderen. Voordat ze gaan studeren. Studeren vind ik heel belangrijk, maar leren op de eerste plaats. Enfin, ik terug naar Nederland. Hotel de boter verliefd op Sjaak de Leeuwen. Die ik nog kende als zijnde mijn madrig van Bnei Akiva. Ik ben godzijdank getrouwd geweest met Sjaak. Want ik zou altijd denken, was ik maar getrouwd geweest met Sjaak. En ik ben dat geweest en we hebben een heel mooi kind samen. En helaas heeft dat huwelijk niet stand mogen houden. En dan hebben we Ellie Frank, die mij zo ontzettend mooi heeft opgevangen in die tijd daarna. Met jouw lieve man en de kinders. Wie was dat? Ellie Frank, die je hier ziet zitten. En zoveel anderen, ook de familie Kesing en zeker de familie Nager. En ach, zoveel families als iemand gaat scheiden, zijn er twee kanten. Hou contact met beiden. Nooit partij kiezen. Gewoon lief zijn voor allemaal. En ik heb goed contact met Sjaak. Ook Geimke, mijn zoon. Geimke, wil je er niet bij komen? Moet zo direct even dag komen zeggen, schat. Geim is geboren in mijn derde studiejaar. Ik ben dus teruggegaan naar Holland. Medicijnen te studeren, met Sjaak getrouwd. In mijn derde, vierde studiejaar is Geimke geboren. En ik heb mijn studie afgemaakt en het huwelijk lukte niet. Toen Geim 3 jaar was, ben ik besloten om terug te gaan naar Israël. En hier komt mijn droom, wat ik toen al zei toen ik klein was. Als ik later groot ben, wil ik graag medicijnen studeren en kinderarts worden in Israël. Nog een belangrijk iemand die hier een rol bij speelde, was mijn grote vriend Sam Evers, zich Rollevraga. Want samen hadden wij een plan om een kliniek op te zetten in Israël. Hij heeft, zoals jullie weten, het helaas nooit kunnen halen. En ik heb altijd tijdens mijn medische studie, als ik wel eens niet kon verder studeren, zeker na de geboorte van Geim, problemen had met tijd, maar ook met de kooier om te leren, gedacht, ik heb het beloofd aan Sam en die belofte kan ik niet meer terugnemen, dus ik moet wel. En hij heeft me over de eindstreep getrokken vanuit de andere wereld en weet dat die andere wereld bestaat. Je moet er alleen, net als een radio, je moet hem gewoon even openzetten. Ook als je davent, gewoon niet vergeten die radio even open. Dan gaan alle tefillot naar boven en dan loop je terug. Ik ben kinderarts geworden en dat ben ik nu al 30 jaar in Israël. Heel gelukkig, in het zuiden, vlakbij de grens. Ik hoop het verschil te hebben kunnen maken tussen een heleboel
levens van mensen, dat als je al een ziek kind hebt, en heb ik het niet over een haptje of over gewoon zelfs een oorontsteking, dan moxipen en alles is goed. Maar je kunt vaak als arts ook helpen als er niet te helpen is, door die weg te gaan met de ouders en het beste uit te zoeken voor wat er voor het kind is. En ik voel me heel privileged dat de Koddersborgoe mij de kans heeft gegeven, het zitvlees heeft gegeven, me de moeder heeft gegeven, die mij altijd door dik en dun heeft gesteund. En zo ongeveer mijn levensverhaal. Nou, dat is een ongelooflijk verhaal. Ik ben helemaal onder de indruk. Want het is inderdaad heel bijzonder ook dat je moeder hier nu bij is. En dat, het is een heel groot wonder dat Lisbeth als vierde generatie, mijn grootouders waren socialisten, mijn ouders waren socialisten. En jullie weten waarschijnlijk, mijn grootvader was diamantenwerker, dat de Diamantenwerkersbond de eerste vakbond was in Nederland die voor een 8-urige werkdag heeft gezorgd. En het socialisme, wat zoveel Joden heeft gegrepen, heeft het Jodendom weggehaald. Mijn grootouders wilden niets meer van het Jodendom weten. En mijn ouders helemaal niet, dus ik niet. Ik wist niks, ik wist helemaal niets wat het was. Tot de oorlog uitbrak en toen was ik 12. Ja, dus hoe en door Elisabeth ben ik in Israël en door Elisabeth ben ik een Jood. En ik geniet zo hiervan. Dit is een wonder dat zij die goddelijke vonk kreeg. Nou, zoveel generaties, geen Joden meer. En dit heeft over heel Europa geheerst. Het Jodendom, ook door de verlichting in de eind 18e eeuw. De Joden werden gewoon geen Joden meer. En ook de Joden uit Rusland en Polen. Dat waren de Ben Yehuda, de grote man van het Ivriet, die zijn ouders waren arts, hij was arts. En wonderbaarlijk, ook helemaal geassimileerd, maar Ben Yehuda heeft ook die grote vonk gekregen. Ook door de vader, door de broer van zijn vader, die wel orthodox was. Het is zo belangrijk dat wij ook in Holland kijken naar zoveel Joodse mensen. Zoals ik een kind ben van iemand die het niet wist, zo moeten er zoveel mensen van mijn generatie en ook van de generatie daaronder het niet weten. Ik zat dus op de Daltonschool en ik had daar twee goede vriendjes. Eliane Schoolman en Peter Ordeman. Niet Joodse mensen, zou je zeggen. Tenminste, dat dacht ik dus. Maar wij klikten samen. Ik heb Peter Ordeman op een bepaald moment ontmoet in Buitenveld, in Sjoel, met een of ander iets voor Yom HaTzmaut. En toen zei ik tegen Peter, wat doe jij hier? Ben je misschien van de politie of zo, de beveiliging? Zegt hij, nee, ik ben de gassen. Ik zeg, je bent wat? En hij vroeg aan haar, wat doe jij hier? Ik zeg, nou, ik ben de vrouw van de voorzitter van de Joodse gemeente, van Jacob. Ik zeg, wat krijgen we nou? Hij zegt, ja, ik ben ontdekt dat ik Joods ben. Zaten we samen op de Daltonschool, pas veel later ontdekt. En pas 10 jaar geleden, dus vrij recentelijk, krijg ik een telefoontje van Eliane Schoonman. En die vraagt aan mij, waar kan ik een kaddisch kopen? Ik zeg, een kaddisch kan je niet kopen. Kaddisch is iets wat je moet zeggen. Ik zeg, waar heb je het voor nodig? Zegt ze, nou ja, de zus van mijn moeder. Ik zeg, lieve schat, als de zus van jouw moeder om een kaddisch vraagt, dan is je moeder Joods. En toen zijn we het gaan uitzoeken. Zo zijn er zoveel mensen. Jullie daar in Holland, zoek ze op. Er zijn zoveel mensen die behoefte hebben, op wat voor manier dan ook. Ze hoeven niet meteen super vroom te worden, maar laat ze hun Jodendom terugkrijgen, wat zo een warme wereld is van, dat hoef ik jullie niet uit te leggen, van Jedda, van Torah, van gezelligheid, van Jiddischkeit, van gein, van thuis zijn, van thuiskomen. En ik denk dat, als ik zie hoe bloeiend de LJG is, dan denk ik, er moet, en ook Amos moet ik zeggen, en Chabad doet er veel aan. Ik zit nu in Israël. Ik doe mijn werk als kinderarts. Ook met de Ethiopische Joden en de Russische Joden. I keep my side. Maar jullie in Holland hebben een hele belangrijke taak. We hebben allebei wat mitsen gedaan. Ja. Ik op mijn 90ste en zij
En een paar jaar geleden zijn we onze bat mitzwa gaan doen bij de Kotel. Ik was er dus iets te laat mee. Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben hier een heleboel om over na te denken. Een ongelofelijk verhaal. En toch willen we ook even gewoon wat uit de praktijk horen. Hoe het is met de kinderen werken, de contacten die je met de ouders hebt. Als arts? Ja. Ik heb jarenlang gewerkt in het Soroka. En dan heb ik het over 25 jaar. En als kinderarts, vooral op de Pagia. Heel veel dingen gedaan op de Pagia. Ik heb daar mijn wens... Wat is de Pagia? Pagia is premature afdeling, sorry. Jullie daar in Nederland, en dat ergerde mij zeer... laten kinderen van 24 weken niet leven. Die leggen ze gewoon apart neer. Dat vind ik heel erg. Wij in Israël zorgen voor kinderen van 23 weken. Proberen we in leven te houden. En dat heb ik iets van 5 jaar lang gedaan. In de Pagia te werken, de premature afdeling. Met de allerkleinste prematuurtjes. En de follow-up te doen. En daarom wilde ik graag kinderneuroloog worden. Heel veel mensen denken dat ik kinderneuroloog wilde worden. Omdat ik geheim heb. Het is wel een hele goede bijkomstigheden. Want ik begrijp de wereld van mensen met special needs. Maar toen ik een kindje had van 400 gram. En die studeert trouwens nu op de universiteit. En ik heb nog altijd contact met haar, Eden Bloem. Toen dacht ik, dat is de wereld die ik in wil. De follow-up en de ontwikkeling van kinderen die dus zo'n laag geboortegewicht hebben. Daarom ben ik ook kinderneurologie gaan doen. Ik heb ook veel gewerkt in de intensive care. Heel veel meegemaakt. Ik heb erg veel aanslagen gehad die bij ons naar binnen kwamen in Soroka. Wat je niet in je koude kleren gaat zitten als je echt de zoon van beste vriend uit school ontdekt dat hij niet tussen de levenden is en dan al die brancards moet bekijken wie waar is. Het werk als arts is niet simpel in Israël. Heel veel meegemaakt, ook wonderen meegemaakt van een jongetje die in Aza een recies, een splinter kreeg in zijn rechterachterhoofd en het kwam net er niet uit in zijn linkervoorhoofd. En die kwam meer dood dan levend bij ons aan en hij was niet te redden. Hij heeft 2 maanden in coma gelegen en ik was een paar jaar geleden op zijn bar mitzwe. En hij is helemaal oké. Dan ook zie je Nesim die je niet gelooft. Ook de vele raketten die altijd net op het kruispunt vallen en niet op het huis. En als het dan in het huis is, was de fysiotherapeute net even beneden een broodje halen. Ik kan verhalen vertellen van zo ongelooflijk veel Nesim. Dat er een shul zou zijn, maar de man was niet lekker. Dus hij had gezegd, deze avond doe ik de shul niet. Volle aanslag op de shul in Ashdod. Heel veel raketten meegemaakt in die periode. Want zowel in Ashkelon, waar ik als kinderarts nu werk, als in de tijd in Soroka. Ik ben dus lang kinderneuroloog geweest. Maar omdat ik het academische leven heb verlaten, is na 5 jaar wordt je kinderneurologie van je afgepakt. Dan ben je dus niet meer verbonden aan het ziekenhuis. Dat vind ik op zich correct. Ik heb de kennis wel. Maar ja, misschien is het net zoiets als iemand zegt, goh, ik heb 5 jaar geleden voor het laatst die taart gemaakt. Hoe deed ik dat ook alweer? Dus als iemand bij mij komt, dan moet je niet bij een arts zeggen, van, hoe zit dat ook alweer met dat EEG? Dus je moet echt up-to-date blijven. En zij vinden, de specialistencommissie, dat iemand die niet in een academisch ziekenhuis meer zit, dat die dan niet meer officieel kinderneuroloog mag zijn. Dus ik ben kinderneuroloog af, maar ik ben nog altijd kinderarts. En ik werk hard als kinderarts in een grote kinderartsenkliniek in Ashkelon. Dat wil zeggen 12.000 kinderen in onze kliniek. Dat is niet niks. En daar werk ik heel hard. En daar heb ik kinderen van 0 tot 18. En heel veel Ethiopische kinderen, Russische kinderen. Nog steeds klein beetje Arabische kinderen. Maar in Soroka was natuurlijk 80% Arabisch. Een van de redenen waarvan ik dacht, nou, ga nou maar eens naar Ashkelon. Ja... Je hebt altijd veel wonderen die je overkomen. Ik heb 2 dingen geleerd. Ten eerste, moeders hebben altijd gelijk. Dus luister altijd naar wat de moeder zegt. Want de moeder heeft het beste gevoel van zijn eigen kind. En als arts denk je wat te weten, maar geloof me, je weet niks. En dat is dan ook meteen het tweede.
Ik dacht vroeger, als ik medicijn heb gestudeerd, dan weet ik het. En toen was ik klaar, raakte ik in paniek, want ik wist dus dat ik nog niks wist. Maar toen dacht ik, nou, dat komt wel naar mijn co-schappen, weet ik het. En toen wist ik nog steeds niks. Toen dacht ik, nou, naar mijn kindergeneeskunde wist ik het. Nou, ik weet nog steeds niks. Ik ben kinderneuroloog geweest. Ik ben nu 35 jaar lang arts. En ik heb het idee dat ik nog steeds niets wist. En geloof me, ik weet een heleboel. Maar als je me nou werkelijk vraagt, waarom raakt de ene vrouw in verwachting en de ander niet? En waarom is de ene iemand met borstkanker redt het en de ander niet? Ik weet het niet. Ik heb er geen antwoord op. En dat antwoord ligt in de handen van Akkodus Borgu, volgens mij. Ik heb er geen antwoord op. Ik wil nog één nes vertellen. Mijn zoontje, lieve Gein, heeft een niertransplantaat gehad. En daar is hij goed doorheen gekomen. Maar na een jaar, door de bijwerking van de medicijnen tegen de afstoting, raakten zijn witte bloedlichaampjes naar nul. Oké, dan geef je een medicijn en de volgende dag neem je bloed af en het was nul. Dacht ik, nou, dan geef het nog een keer, wat nul. Na een week was het nog steeds nul. En als je geen witte bloedlichaampjes hebt, kan je geen infecties doorstaan. Dus dat is een levensgevaarlijke situatie. Dus ik heb een Neupogen intraveneus ingespoten. Nul. Ik heb hem laten opnemen met elke dag. Nul. We zijn er een maand. Ik heb hem totaal geïsoleerd in een plastic bak zo ongeveer. Nul. Ik heb enorm wederom gedavend. Daar gaan we weer. Ik daven veel. Maar ik durf niet altijd veel te vragen. Maar zo nu en dan heb ik het idee dat ik een soort knipkaart heb bij Akkodus Borgu. Die ik een paar keer mag je echt heel erg vragen om iets. Dat heb ik heel erg gevraagd. Een helemaal niet vrome vriendin van mij, van Meretz. Dus dat is van de communistische partij in Israël zo ongeveer. Die totaal areligieus is. Die is naar de grote raaf gegaan in Ashdod. Kan je nagaan hoeveel zij van Chaim allemaal houden. De madriga van Chaim. Totaal atheïstisch. Is gegaan naar de grote Rava Pittsburgh. Admor mit Pittsburgh, Zichrole Vragai, is een maand geleden aan corona overleden. Mogen God zijn ziel hebben. Louis Nishmaton. Hij heeft gezegd, laat Chaim tefillin leggen, zijn handen wassen, de brogen zeggen voor Netilat Yadayim en Shema zeggen. En morgen is de Sfira normaal. Ik heb niet begrepen hoe iemand, het bijna zou zeggen, dat durft te zeggen. Nadat we 2 maanden lang nul op request kregen, elke dag nul, heb ik tegen Chaim gezegd, nou oké, het was midden in de nacht, kwam deze Etty Maimoni, kwam ze naar mij toe en zegt ze, ik ben naar de Admor van Pittsburgh gegaan. Ik zeg, jij? Ik zeg, nou, alleen al voor haar moest ik wel doen wat hij zei. We hebben Chaim het feeling laten leggen midden in de nacht. Nee, bij ochtend gloren, excuses, bij het ochtend gloren, het feeling laten leggen. Heeft zijn handen gewassen en Tilat Yadayim gezegd, Shema gezegd. En er is bloed afgenomen. Kwam thuis met 2800 witte bloedlichaampjes. En nu jullie. Wauw. Begrepen. Ik heb het nooit begrepen. Maar het is veel groter. Maar zo is het geweest. We zijn nog dezelfde dag ontslagen uit het ziekenhuis. Want een paar uur later, professor Morio Seef zei tegen mij, het zal wel een fout zijn van het lab. Ga nog maar eens terug. En toen was het al 12.000. We zijn nog dezelfde dag naar de kotel toe gegaan. En we zijn bij de Admor gegaan. We hebben een mooie tzedoken gegeven. Maar er zijn nissim als arts. Je denkt dat je iets weet. Je weet het niet. Alles ligt in de handen van de Akkodus Borgu. En zolang we dat weten, als arts, is het de bedoeling om zoveel mogelijk te leren. En na te zoeken. En bij collega's te vragen. Zeker nu in coronatijd. Zoveel mogelijk to share informatie van wat we zien. Om de mensen zo goed mogelijk bij te staan in deze moeilijke tijd. Maar het ligt allemaal in de handen, niet in onze, laat ik het zo zeggen. Ja. Het ligt in onze handen om elkaar te helpen. Ik bedoel, Akkodus Borgu helpt ons als wij onszelf helpen. Maar 2 meter weer van 1. Ja. Ik vind het heerlijk om jullie allemaal te zien. En ik dank jullie allemaal wie jullie geweest zijn. Ik heb zulke lieve herinneringen aan allemaal die ik hier zie. Nou, ik denk ook dat voor de dames die hier dus nu meedoen en die deel waren van jouw weg in de Jiddischkeit, dat ze het ook ontzettend leuk vinden om dit allemaal te horen. Want het is zoiets bijzonders. Kijk, voor mij is het totaal nieuw. He, want ik was natuurlijk heel klein toen jij die weg bewandelde, toen je begon met die weg.
Maar het is een ongelooflijk inspirerend verhaal wat je met ons hebt gedeeld. En ik ben zeker dat iedereen die hier aanwezig is ook het ontzettend mooi vindt om te horen. En jouw lieve moeder en jouw lieve vader, die hebben mij laten zien hoe bouw je Joods leven op. En bijvoorbeeld Tzilla, wij gingen op een bepaald moment niet op Shabbos meer basketballen. En Tzilla wilde we hadden van die korte broekjes aan, waarop Tzilla natuurlijk zei op een bepaald moment, dat is niet sniersdik. Toen zei ik, wat is niet wat? Dus een heleboel dingen die heel normaal zijn in een bepaald leven, die heb ik geleerd van hoe leef je als Jood. Je kunt basketballen, maar op zijn Joods. En ik hoef niet op Shabbos te basketballen. Ik kan ook op zondag waren de wedstrijden. Hebben we voor elkaar gekregen. Wij zijn een hele goede basketbalspeelster. Dat wij mochten basketbal spelen op zondag. En zo heeft ieder zijn lieve huis. Zoals Ellie Frank en Lottie Roos. Bij jullie allemaal. En Helene, jouw lieve broer Helene. En Philip Kopuit, die me zoveel heeft laten zien in de Zraïm. En de hele gezellige sfeer. En iedereen van Bnei Akiva. De hele sfeer. Het is voor mij is iedereen broer en zus. En zo voel ik me ook naar jullie. En ik wil jullie allemaal bedanken. Want door jullie ben ik hier. En door mijn moeder natuurlijk. Die me geboren heeft laten worden. En die me elke dag nog van haar goede raad voorziet. En Chaim is een grote bron voor mij van energie. Wille Halele Hashem. En dank jullie wel. Ja, nou, ik stel voor dat we nu dus zeg maar het officiële gedeelte afsluiten. En een gelegenheid geven aan mensen die graag wat willen zeggen tegen Elisheva. Om gewoon even de microfoon aan te zetten en gewoon gezellig wat te roepen. Ik dank iedereen voor de aandacht. Dankjewel, Sarah. Heel erg bedankt aan jou. Dankjewel, Elisheva. Dankjewel, bijzonder. Dankjewel. Heel bijzonder. Dankjewel, Elisheva, Lisbeth. Ik vond het heel speciaal. Ja, en Dobbe, dankjewel voor al je liefde. En alle lievigheid voor iedereen, voor de hele wereld. Lisbeth, graag. Ja. Je hebt heel goed gesproken. Heel mooi gezegd. Ik zie dat hij ook alleen het die gelopen heeft. Dat is Lot, goed. Ja. Ik ben niets veranderd, Lottie. Ja, wat leuk. Moet ook niet. Je hebt me een foto opgestuurd van je gezin. Ja. En het groot nagels. Ik heb het aan mijn moeder laten zien. Ik zeg, kijk mama. Het Jodendom leeft. En absoluut. Het is een heerlijk team bij jou. En alle kinders van school. Dat we allemaal Baruchas zijn. Diegenen die in Israël zitten. Diegenen die niet in Israël zitten. We zijn er. Heerlijk. Bedankt. Lisbeth, ik vond dit zo speciaal om jou te horen. Het heeft me echt goed gedaan. Wat fijn om te horen. Het is fijn dat er een Zoom is door de corona. Zo zie je maar weer waar dat dan ook weer goed voor is. Om nu we elkaar niet kunnen meeten. Maar goed, Ellie Frank is zo knap om soms zo nu en dan uit te nodigen. Maar om elkaar te kunnen zien op deze manier. En iedereen die trouwens een vraag heeft voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen. Of het nou simpele vragen zijn van wat is de temperatuur in de babykamer? Of ken jij een goede gastroenteroloog voor kinderen in dat en dat gebied? Of is dit wel of niet? Ik zoom nu met een familie in Moskou van Chabad die een bepaald probleem hebben. Dus en over de hele wereld mensen vragen dan. Zeker de mensen van mijn eigen broers en zusjes zou ik dan niet. Als jullie vragen hebben, don't hesitate. En wat ik niet weet, vraag ik weer een ander. Bye bye Marion. Oké. Okay. Bonsoir. Alors, probablement vendredi. Hein? Vendredi soir, oui, si Dieu veut. Oui. OK? OK. Bonne nuit. Bonne nuit, Marion. Bonne nuit. Sorry. Ik zie iemand spreken. Ja, en ik zou je wel af en toe wat willen vragen. Ik heb ook een jongen met Down syndroom. En ik heb af en toe wel een beetje een steuntje nodig. Hier. Dus, maar hoe kan ik je bereiken dan? Nou, ik kan wel nummers aan elkaar doorgeven.
Oké, bedankt. Ja, bedankt. Ja. Oké. Hoe oud is jouw zoon? 31. Oh, net als mijn zoon. Zit jij in Israël of in Holland? Nee, in Nederland. Ja. In Nederland. Ik dacht, anders zou ik zeggen, dan komen we... Best wel alleen, eigenlijk. Ja. Maar ik heb Gein wel eens gezien, hoor, vroeger. En in Sjoel was hij wel eens in de Gerrit. Ja. Gein is heel vroom. Gein is werkelijk heel, heel aan het vroom. Ik leer van hem op de manier waarop hij davent. En de manier waarop hij... Ja. Met zijn eigen band met God. Ja, heel bijzonder. Ja. En hij legt elke ochtend legt hij zijn tefillin en hij zegt zijn shema vanaf toe. Mijn kind ook. Ja, maar, ja, heel bijzonder. En een grote bron van... Oké, ik hoop je wel eens te spreken dan. Bedankt. Ja. Ja, bel me maar op. Ik vind en het heerlijke land. Oké. Okay. Ja, bedankt. Ja. Bertha Nager, is dat, klopt dat? Zie ik Bertha? Wat? Ja, ik geloof dat ik Bertha Nager zie. Ook zo'n heerlijk gezin waar altijd thuis was. Tuin aan tuin. Bertha Nager. Ah ja. Wat een plezier om jou te mogen zien. En Dobbe. Ja, als we langs rijden op weg naar Jeruzalem. Ja. Daar woont Bertha. Ja. Je moet je ontmuten, Bertha. Je moet drukken op het knopje unmute, anders kan ik jou niet... Kun je mij wel verstaan? Nu kan ik je verstaan. Ja. Ja. Ik moet elkaar weer het ontmoeten. Tot zullen. Al zo lang geleden dat ik je gezien heb. Ja, heel fijn dat je moeder hier is. Ja. Dan komen we langs en ontmoeten we elkaar buiten, zodat jij ons mag zien en wij jou mag zien. Met alle papieren. Dank je wel en nog veel, veel mazzel tov. Dank je wel. Ja, mam, voor je verjaardag. Ja. Lisbeth, dit brengt zoveel goede herinneringen terug. Het is ongelooflijk. Zoals? Helene, ja. Wij die van meneer Akiva zijn. Kijk, ik zie veel Gein Vonberg hier en Sulamit en jouw broertje. En we zijn zo nu nog bij Itamar thuis en we zoomen met Frank Levy. Zorg ervoor dat je dat ook hebt, want we zijn inderdaad een speciale generatie en we hebben elkaar nodig. We hebben kinders en er is niks zo vertrouwelijks als met elkaar te praten in goede tijden en in zorgelijke tijden dat we elkaar hebben. En voor mij ben je mijn zus. Heb ik er ook een zus bij? Maar ik heb ook nog een broer bij jou, nee? Mijn broer is helaas overleden. Ja, dat weet ik. Ja, een jaar of 7 geleden. Dat weet ik. 5 jaar geleden. Ja, maar jij hebt... Dat was ook mijn broer, nee? Ja, meer. Oké, lieve mensen, de volgende cursus moet gaan beginnen over een minuutje. Oké. Dus ik denk dat wij toch zullen moeten afsluiten. Misschien is het een idee dat jullie met elkaar een Zoom maken met al die lieve mensen die van die mooie generatie waar je het over hebt. Absoluut. Ik heb heel veel nummers, maar ook een heleboel niet. Maar ik ben zeker dat via komt iedereen aan elkaars nummer. Als mensen willen met elkaar WhatsAppen. Ook de mensen die ik ken en die ik zie, die zou ik graag leren kennen en met elkaar veel willen delen. En laat iedereen die vraag heeft of wat dan ook, of gezellig wil kletsen, me bellen. Je kunt mijn telefoonnummer aan iedereen geven, no problem. Oké, geweldig. Lisbeth, en ik vond het heel bijzonder. Je hebt prachtig gesproken. Ja, hartelijk bedankt, Lisbeth. Geef even je telefoonnummer. 050. Wie wij, ik geef het je wel. Aan wie wij, ik geef het je wel. 68-13-68. Geim, bar mitzwe, geim. Zo simpel. 68-13-68. Makkelijker nummer kan niet. 0505, Pamaim Gamsa. 68-13-68. Bedankt, maar op mijn leeftijd heb ik niet meer zo'n goed geheugen.
Ik stuur het, Jamima. Ja, bedankt. Bye. Oké, Lisbeth was geweldig. Het Stella en Lisbeth, we hebben nog een afspraak. Ja, niet vergeten. Meteen na de corona. Een terrasje. Ja. Heel lief. Bel maar. Dag. Dag Lisbeth, blijf gezond. Dag allemaal. Dag mama van Lisbeth, blijf ook gezond. Keep safe, wees voorzichtig, keep safe.